Ja. En we gaan ook precies voor je staan, want zo werkt het, hè? Het is bijna symbolisch. Maar we gaan nu over tot het benoemen van de nieuwe kinderburgemeester. En daarom wil ik heel graag uitnodigen, Lars, kom je naast me staan? Lars, jij gaat onze nieuwe kinderburgemeester worden. En dat, heb je al gehoord, betekent dat je hele leuke dingen gaat doen. En onder andere Sinterklaas ontvangen, maar daarnaast ook heel veel andere leuke bijeenkomsten, zoals het nieuwjaarsreceptie, bijeenkomst voor kinderburgemeesters. En daarnaast gaan we elkaar ook zien, bijvoorbeeld bij de 4 mei-herdenking. Maar het belangrijkste is dat jij alle kinderen van Haarlemmermeer vertegenwoordigt. Jij bent de stem van alle kinderen dit jaar. En ik denk dat je dat uitstekend kan, want je houdt van het geven van spreekbeurten. En dat betekent als je spreekbeurt moet geven, dat je ook altijd informatie, hè, je moet weten waar je het over gaat hebben, anders dan heb je een onzinverhaal. Dat kan niet, hè? Dat schijn je goed te kunnen. En je houdt ook van rekenen. En dat is absoluut nodig als je plannen maakt, hè, of het betaalbaar is. En wat mij natuurlijk erg aanspreekt persoonlijk is, wij houden allebei van gamen. Dus het komt wel goed. Ik weet niet of we nog toekomen aan andere dingen dan gamen, maar dat gaan we dus wel zien. Als je wilt weten wat er speelt in de gemeente, dan moet je erop uit. En Lars, als ik zie wat jouw hobby's zijn, dan komt dat goed, want je houdt van voetballen en hardlopen. En als je voetbalt, dan kom je overal een keer in de gemeente. Hè? Dan moet je tegen allerlei andere teams spelen. Maar dat is ook als je gaat wandelen met je hondje Pip. Lars, een jaar lang ben jij onze kinderburgemeester. En je hebt net van Vivienne gehoord, dat is een hele leuke ervaring. En ik hoop dat jij dat ook gaat vinden. Maar je wordt niet zomaar kinderburgemeester, want je moet eerst de belofte afleggen. Al de mensen die jij hier ziet zitten, of ze nu in de raad zitten of in de college, en alle medewerkers die je hier ziet, die hebben allemaal een eed of een belofte afgelegd. Dat moet als je voor onze gemeente werkt. En dat gaan we voor jou ook doen. En die ga ik voorlezen. En als ik klaar ben, dan hou ik de microfoon bij jou en dan zeg je: dat beloof ik. Ja? Dan wil ik iedereen vragen om te gaan staan voor dit bijzondere moment. Ik verklaar dat ik, om tot kinderburgemeester benoemd te worden, eerlijk en open ga vertellen wat ik vind en wat mijn ideeën zijn. Ik beloof dat ik mijn best ga doen en dat ik mij zal houden aan de regels en een goed voorbeeld en aanspreekpunt zal zijn voor alle kinderen in Haarlemmermeer. Dat beloof ik. Nou, van harte gefeliciteerd. Je bent nu benoemd tot kinderburgemeester van de gemeente Haarlemmermeer en je krijgt van Vivienne de keten en je krijgt het mooie boekje zodat je weet waar je nou allemaal kinderburgemeester over bent. Kom maar naar voren. Even bij elkaar staan. En dan wil ik de ouders van Lars en de ouders van Vivienne even vragen bij te komen staan. Mag jij even hier komen staan? Ga jullie even regelen. En jij hier. En dan komen de ouders van Lars om jou heen en de ouders van Vivienne. Want ik ga de vergadering schorsen en tijdens de verschorsing kunnen de mensen Vivienne afscheid nemen en Lars feliciteren. Dus de vergadering is geschorst. Mag die zo meteen.
Dames en heren, ik heropen de vergadering. En de kersverse nieuwe kinderburgemeester gaat een paar woorden tot u spreken. En dan mag jij, ik heb hier je speech. Mag ik ook? Ja. Oh, ik ben een beetje klein. Nee, maar het komt goed. Oh. Goedemiddag iedereen. Welkom aan mijn klasgenoten, juf en meester, familieleden, kinderburgemeester Vivienne, burgemeester Marianne Schuurmans Beideven en leden van de gemeenteraad. Ik ben Lars. Ik ben 11 jaar. Ik zit in groep 7a op de basisschool De Klippelm in Hoofddorp. Op mijn school zit ik in de leerlingenraad. De leerlingenraad is een groep leerlingen die samen met een leerkracht plannen maken voor onze school. Zo krijgen we een bootcamp op het grasveld naast onze school, zodat jongeren zich niet gaan vervelen en geen dingen gaan vernielen van onze school. Aan het einde van het schooljaar hebben we een Klippelms Got Talent georganiseerd. Nu ga ik mijn plannen als kinderburgemeester vertellen. Ik wil graag meer veiligheid in de gemeente Haarlemmermeer, bijvoorbeeld controle op jongeren die rijden op fatbikes. Ik vind dat er meer controles moeten komen of ze niet te hard gaan en dat ze verplicht een helm moeten dragen. Ik zou het ook leuk vinden als de bovenbouwleerlingen van alle basisscholen in onze gemeente 1 of 2 keer in het jaar een verzorgingstehuis bezoeken. Want dat is heel goed voor de mensen die daar wonen, want ze voelen zich gelijk een stuk beter. Op die manier komen jonge en oude mensen bij elkaar. En als je iemand blij maakt, word je zelf ook blij. Ik voel me vereerd dat ik gekozen ben als kinderburgemeester en ga echt mijn best doen. Zodat iedereen en vooral de kinderen fijn wonen in onze gemeente. Bedankt voor de aandacht, iedereen. Ja, raadsleden, u ziet, de nieuwe generatie komt eraan. Als ik zo hoor op 11, 12 jaar, dan gaat het uitstekend. Ik heb ook voor jou een bloemetje. Van harte gefeliciteerd. En je mag samen met je klas en je gasten hiernaast gezellig wat drinken en deze benoeming vieren. Van harte gefeliciteerd.